Ja, en wie Charleroi volgend seizoen komt vervangen in eerste klasse, kon vanmiddag beslist worden. Als Oud-Heverlee Leuven, leider in tweede klasse, won op het veld van Antwerp, pakte OHL zeker de titel. Bleven de Leuvenaars hun zenuwen de baas of werd de boshuil het decor van een anticlimax voor Leuven? U hoort het van Wouter de Smet. Vorige week is het voor OHL niet gelukt om de titel te pakken. Het won wel, maar concurrent Lommel deed dat ook. Nu is zelf winnen alleen al genoeg. Een goede wedstrijd daar hoopt iedereen op, maar het is lang wachten op de eerste kans. Dat komt ook door de warmte. Een drinkpauze halfweg de eerste helft is het eerste opmerkelijke wapenfeit. OHL heeft ook wat inspiratie binnengegoten. Een hoekschop van Remakle en Harbaoui komt binnen. 0-1 voor OHL. De Tunesier Harbaoui is de topschutter in tweede klasse en dit is zijn 23e goal. Het is ook het begin van het feest. Meteen daarna een vrije trap van Remakle. Doelman Woti met een knappe redding. 0-1 is de stand bij de rust. Een tweede goal zou geruststellend zijn voor OHL. En een vrije trap van Schelen gaat voorbij alles en iedereen in doel. 0-2 dus dankzij Wouter Schelen, ex-Westerlo. De supporters van OHL zetten het feest in, zeker wanneer het nieuws doorcijpelt dat Lommel op achterstand staat. Maar bij de spelers kruipt de stress wellicht wat in de benen. Kijk maar naar de slotfase. Lambeau voor Antwerp, 1-2. Het hoofd iets naar beneden bij Ronnie van Geneugde. En zoals het past op Pasen staat Antwerp helemaal op uit de doden. Kijk naar de zenuwen bij OHL in deze fase. En daar is Lambeau opnieuw en het is 2-2. Dat kan de Leuvense pret maar eventjes drukken, want Lommel speelt gelijk en dus is OHL kampioen. De 10e stad van het land is volgend seizoen vertegenwoordigd op het hoogste voetbalniveau van het land. Ja, het werd een thriller daar op de Bosuil en dan toch de verrijzenis van het Leuvense voetbal. Het is al meer dan 60 jaar geleden dat een Leuvense club nog eens in eerste klasse speelde. Feest uiteraard op de Bosuil en in Leuven. En dan is onze reporter Eddy de Mares nooit ver weg. Het klikte eigenlijk van in het begin al. Hè? Ja, inderdaad, al wel in de voorbereiding hadden we toch een beetje moeilijk. En de eerste twee matchen was het ook iets minder, alhoewel dat we goed voetbal speelden, maar eens de trein vertrokken was, was het niet meer te stoppen. Ik denk dat wij misschien dit seizoen het meest constant waren. We hebben nooit twee matchen achtereen verloren. En dat heeft ons wel, denk ik, de titel opgeleverd. De stad zit erachter, het bestuur zit erachter. Ik denk dat er iets moois is hier. Kijk wat supporters vandaag meekomen. Dat is gewoon ongelooflijk. Dus, Is die Leuven een ploeg die ook meer kan zijn dan een eendagsvlieg in eerste klasse? Dat is uiteindelijk de bedoeling. Dus ik denk dat we een heel goede accommodatie hebben. Dat we een ploeg hebben die geen slecht figuur zal slaan. Al zullen er natuurlijk spelers moeten bijkomen om de kwaliteit te versterken. Je hebt nog een doorlopend contract, dus jij blijft gewoon. In principe is nu mijn taak volbracht. Oh, ga je stoppen? Nee, dat heb ik niet gezegd, maar ik heb een afspraak met de club gemaakt van op 3 jaar tijd de promotie te verwezenlijken en dat is gebeurd. Dus je kan niet alleen over opslag praten, maar ook over andere dingen? Ja, ik kan over alles praten. Feest aan de Bosuil en intussen ook in Leuven, want de spelersbus die is toegekomen aan Den Dreef. Zo heet het stadion van Oud-Heverlee Leuven. En de bus die is letterlijk het stadion binnengereden. Die staat gewoon op het veld en op die bus daar staan de spelers te springen. Een feestje natuurlijk, want voor het eerst in 60 jaar speelt er nog eens een Leuvense club in eerste klasse. Oud-Heverlee Leuven met trainer Ronnie van Geneugde. Ze hebben het gedaan. Zij zijn de kampioen. Zij spelen volgend jaar in eerste klasse. Het wordt een feest aan Den Dreef en waarschijnlijk straks ook in Leuven.